Zoals we in de vorige video al zagen, had de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie grote gevolgen voor Duitsland. Maar dat had hij ook voor andere landen, zoals bijvoorbeeld Hongarije, waar in 1956 de Hongaarse opstand uitbrak. Daar gaan we in deze video eens naar kijken. Maar eerst nog even terug naar Oost- en West-Duitsland, dus de DDR en de BRD. Nou ja, die BRD, West-Duitsland, eh, die wordt uiteindelijk ook lid van de NAVO, dat militaire bondgenootschap van de Verenigde Staten en haar westerse bondgenoten tegen het communisme. En Oost-Duitsland, de DDR, wordt daarop dan ook lid van het uh, Warschaupact, dus dat communistische bondgenootschap. Ja, en daarmee wordt de kaart van Europa eigenlijk zoals die hier is. Je ziet dat bijna heel Europa, uh, oftewel lid is van de NAVO, oftewel lid is van het Warschaupact, en dat er een aantal landen, namelijk die witte landen, neutraal zijn. Die kiezen geen partij. Maar er zijn dus stabiele verhoudingen in Europa. En die liggen nu, zo'n tien jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog, liggen die echt wel vast. En het gevolg hiervan is... Dat uh, het Westen het eigenlijk ook wel uh, een beetje prima vindt. Weet je wel? De, de, de verhoudingen zijn duidelijk in, in, in Europa. En men is bang dat als ze daar iets in gaan veranderen, dat dat dan tot een grote oorlog kan leiden. Met de Sovjet-Unie bijvoorbeeld. Dus als er in Oost-Europa, bijvoorbeeld in de DDR, is een grote volksopstand. Uh, als er dan opstanden zijn, dan besluit het, het Westen die opstanden niet te gaan steunen. Omdat ze bang zijn om dan die uh, stabiliteit in Europa in gevaar te brengen. Hè. Dan zouden we misschien wel eens een nieuwe oorlog kunnen uitbreken. Ja, en als dan uh, in 1956 uh, opstand in Hongarije uitbreekt, ja, dan is het natuurlijk ook de vraag: ja, wat gaat het Westen doen? Maar eerst maar eens kijken waarom die opstand in Hongarije überhaupt uitbreekt. En ja, dat heeft uh, te maken met het feit dat Stalin ondertussen dood is in 1956. Die is drie jaar eerder gestorven. En daarmee komt er een einde aan dat uh, Stalinisme, dat hele strenge beleid waarbij je ook. Uh, ja, uh, meer dan 100.000 Hongaren zijn opgesloten, bijvoorbeeld in kampen. Nou, die worden allemaal, of in ieder geval voor een groot gedeelte, vrijgelaten. Die komen terug naar Hongarije. En ja, in Hongarije zie je dat er dus heel veel ontevredenheid is over dat strenge beleid van de Sovjet-Unie. Dat was dus al minder geworden na de dood van Stalin, maar nog steeds. De Hongaren wilden meer vrijheid. En als in de hoofdstad Boedapest dan studenten de straat op gaan, gaan demonstreren voor meer vrijheid. dan sluiten zich daar steeds meer Hongaren bij aan en het leidt, tot, het leidt tot massale protesten. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat het beeld van Stalin naar beneden wordt gehaald. Zijn hoofd ligt hier tussen de tramrails. Ja, en dat er maar niet werd ingegrepen tegen die demonstraties, gingen steeds meer mensen de straat op. En uiteindelijk besloot de leider van de communistische partij in Hongarije, Imre Nagy, dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. En de regering die wordt eigenlijk gedwongen om af te treden. Er komt een nieuwe regering en die wil uit het Warschau-pact treden. Die wil zich terugtrekken uit dat communistische bondgenootschap. Ja, en dat is het moment waarop het Warschaupact besluit om Hongarije binnen te vallen. Want het Warschaupact wordt nu bedreigd, het communisme wordt nu bedreigd, van binnenuit eigenlijk. Ja, en dan is eigenlijk die Hongaarse opstand binnen drie dagen ook wel neergeslagen. En via de radio wordt het Westen nog wel om hulp gevraagd, maar het Westen durft dus niet in te grijpen uit angst voor een eventuele grote oorlog, wat misschien wel eens de Derde Wereldoorlog zou kunnen worden. En uiteindelijk wordt die hele Hongaarse opstand dus neergeslagen en blijft Hongarije een satellietstaat van de Sovjet-Unie.